En welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 66. 66. Ja, dat is het Nederlands. Inderdaad. Ja, zitten we weer. Alweer twee weken voorbij. En we hebben weer een hoop nieuw. Al mijn kaarten. Nog twee. Dat is wel leuk. Zeg wat leuks laten zien, Leon. Okay. Ja, laat maar zien. Ik heb hier drie kaarten. Ik ga het laten zien. Een konijn. Een tovenaarshoed. Tovenaarshoed. En een toverstaf. Oké. Okay. Let op. Kaarten plaats ik hierin. Zo. Ik haal er eentje uit. Welke denk jij dat dit is? Is dit de hoed, is dit de toverstok of het konijn? De toverstok, denk ik. Fout. Het is de hoed. Oké. Welke denk je dat dit is? Het konijn. Fout. Het is de stok. En het konijn is compleet verdwenen. Knip in de vingers. Zowel weg aan deze kant als aan de andere kant. Zie, helemaal verdwenen. Ja, precies. Dit is de Vanishing Rabbit, want de konijn is uiteindelijk degene wat verdwenen is. Dat is het idee. Sorry. Dank je wel, René. Dank je wel. Dat is de truc van de update, gaat meteen goed. Zag je iets? Ik zag wel iets, ja. Zag je een kaart zitten? Oké. Okay. Hoe heet de truc, zei ik? Het verdwijnende konijn. Ja, maar het konijn, dat is weg. Dat is echt weg. Die heb je gewoon hierachter zitten. Nee, hierachter zit niks. Kijk, hier zit niks. Het konijn is echt weg. Echt. Zal ik dat zien? Het konijn is weg, zie je? Goed, hè? Ja, dan zal hij wel aan de achterkant zitten, denk ik. Aan de achterkant? Nee, de achterkant staat helemaal niks. Er staat niks op de achterkant. Op de achterkant staat niks. Staat er niks? Nee. Zal ik dat zien? Helemaal zien. Nee. Niks, zei ik. Er staat niks. De Vanishing Rabbit verkoop ook al enkele jaren. Ik zag net een stapeltje liggen. Ik denk, zoals hier gebruikelijk is. Oh, die doen we even mee. De Vanishing Rabbit. Helemaal gemaakt van kunststofkaarten. Degelijk gemaakt. Speciaal voor ons gedrukt. Een eenmalige partij. We hebben toen, denk een jaar of vier geleden of zoiets. We hebben echt heel veel laten maken. Dan moesten we ook om het in het Nederlands kunnen laten maken. Dus ik denk dat ze op zijn dat ze ook niet meer terugkomen. Want het is niet rendabel om nog een keer zo'n hele stapel te laten maken. The Vanishing Rabbit van Tommy James, origineel. Hij heeft de Engelse versie ook en voor ons natuurlijk ook de Nederlandse gemaakt. En kost €55. Nou, voor kinderen super grappig, super leuk. Ik moet vanavond toevallig zelf een kindershow doen. En ik denk dat ik eigenlijk deze mee ga nemen, want dan krijg je wel leuke reacties op. Ik heb mezelf niet in mijn show zitten, maar ik ga hem wel eens even testen vanavond. Dan zeggen ze straks allemaal, waar is een konijn? Ja, weet je, dat is leuk. En dan zeg je, ah, hij is weg. En op het moment dat ze die kaart zien uitsteken, dan breken ze de boel af. En zeker als je zegt, nee, er zit niks. Nou, hartstikke leuk. Vanishing Rabbit. Nou, dat ging even snel. Ja. De eerste ding helemaal laten verdwijnen. De tweede. Ik vind het goed. De tweede. Ik heb wel meegenomen. Hallo, het is nog geen lunchtijd. Ik heb een ketchupfles meegenomen. En een papieren zak. Nou is het de bedoeling dat die ketchupfles gaan laten verdwijnen. Dat is de bedoeling. Hè? Dus let goed op. Dus papieren zak is helemaal niks. Ja, is helemaal niks. Okay. Zo. Hoppakee. Van het doen, hè. Voor een fles. Maar als je je vingers knipt, dan kan ik hem namelijk helemaal laten verdwijnen. Wauw. Maar het mooie is, ik kan hem ook terug toveren. Nee, laat op. Ik had gewoon het idee dat je die eigenlijk zeg maar gewoon vast hield door de zak heen. Ik vond het vrij overduidelijk. Ik zal het nog een keer doen, nee. Ik ga het meer zeggen dat je niet past door de fles gaat in de zak. Ja. Kijk. Ik knip met mijn vingers. Ja. En hij is weg. Zal ik bewijzen dat hij leeg is? Ja, lijkt wel een goed idee, ja. Ja, hij is weg. Ja. Ja, ik vond die truc ook niet zo bijzonder. Maar, ik is niet echt aan het proeven. Ik heb die truc ook niet bedacht, dus ja.
En dat is de verdwijnende ketchupfles. Oh. Oh, en een verschijnend glas of zo. Maar... Nou, dat dus. Ja. Vanishing bottle, ja. Ik heb er nog meer. We hebben ook de verdwijnende bierfles. Die zou net opgeplakt zijn, statische etiketjes. Verdwijnende bierfles. Verdwijnende kolenfles leeg. Verdwijnende kolenfles vol. En de champagnefles. Zeg ik dat goed? Champagne? Ja, dat is absoluut champagnefles. Ja. Dus, dat zijn mooie flessen. Wat ik weet is dat we van de bier hebben er 20 op voorraad. Oh. 19 op voorraad. Ja, die is nou stuk. Dus helaas. Ja, de verdwijnende flessen. Ja. Je vindt ze op de site. We moeten toch even bijzeggen, als ik het niet kun je niet vinden. Onder latex flessen. Of Nielsen. Nielsen latex flessen. Je kunt een fabrikant krijgen bij Nielsen inderdaad. Daar vind je het complete assortiment. Dit zijn de enige originele. Belangrijk, we zeggen het vaker. Dit zijn de enige echte originele. Geen Chinese rommel, dit zijn de echte Nielsen flessen. Van goede kwaliteit, degelijk gemaakt. Nou ja, bla bla bla. Even voor de duidelijkheid, de flessen kun je vaker gebruiken. Niet door daar weer mailtjes of iets krijgen van... Hè? Moeten we elke keer een nieuwe kopen? Nee, dat hoeft niet. En die flessen vallen ze ook niet stuk. Nee. Zeggen we er ook even bij. Zeggen we... Dus inderdaad zijn, kun je telkens nieuw gebruiken. Als je ze goed onderhoudt, gewoon netjes opbergt, gaan ze, nou ja, ik zou een leven lang niet, maar ze gaan heel veel jaren mee. Je kunt ze onderhouden met speciaal, na een aantal jaren met een doekje, zeg maar, voor, of met aanstekerbenzine kan ook. Met een speciale vloeistof voor latex kun je dat perfect schoonmaken en onderhouden. Ja, over de etiketten gesproken, die hebben wij eventueel ook. Ja. Ja. Voorraad, niet van allemaal denk ik, wel ketchup. Maar ik weet niet, het verschil per moment. Oké. Okay. Vroeger waren dat stickers. Echt stickers van papier. Dus als je die fles die verdwijnen had, je vaak dan een etiket scheurde. En dan moet je een nieuw etiket hebben. Tegenwoordig zijn de etiketten statisch. Dat zag je net, de bierfles hadden we net van tevoren voor de update etiketten opgeplakt. Heel snel. Maar die moeten nog even wennen. Dat is gewoon statisch. Dus op het moment dat je ze laat verdwijnen. In het ergste geval springen ze even van de fles af. Maar na je voorstelling... plak je er gewoon mee op. Dus om te voorkomen dat je etiketten steeds stuk gaan. Ja, tof. Verkopen we ook al. Nou, dat is een van de eerste dingen die ooit verkocht is. We kopen dit denk ik al een jaar of 19. Maar ze zijn niet altijd allemaal op voorraad. Maar momenteel hebben we weer alles terug. Overigens hebben we ook een wijnversie. Maar die hebben we niet van Nielsen. Omdat er van een andere merk. Het is de... Premium Vanishing, dacht ik. Premium Vanishing Wine Bottle uit mijn hoofd. Die is gewoon mooier dan Nielsen. Die is... echter is een qua kleur. Mensen kiezen die altijd boven de Nielsen, dus we hebben gezegd, die kopen niet meer van Nielsen, die hebben we van Anne mee. Ja, top. Ja. Dan hebben we hier een heel mooi kaartspel. Gisteren uitgekomen. Die is ook wel heel... heel fijn. Mooie jukkers ook. Dat zijn de Fox Playing Cards. Achterkant zijn ook echt heel simpel eigenlijk. Heel minimalistisch. Zeg het ook, het is gebaseerd op natuurlijke schoonheid. Je hoeft niet fancy te maken om het mooi te laten zijn, zeg maar. Zie de koning ook, echt alleen maar lijntjes, geen kleuren verder. Of koningen, de plaatjeskaarten. Azen ook heel simpel. Oh, dit is een apart eruit. Wacht eens even, zijn die allemaal zo apart? Ik heb ze zelf nog niet bekeken, we hebben net doosje open, maar ja, schoppen is, lijkt inderdaad wel op schoppen. Ruiten. Zijn er twee harten omgekeerd in elkaar, vind ik. Klaar is ook duidelijk. Ja, van harten en harten. Ja, netjes. Ik vind een mooie kleur achterkant ook. Ja, het is mooi, maar het doosje is ook mooi. Het is een Murphy's product. Niet 3D, het is gewoon mooi opgedrukt, maar echt netjes design voor de prijs van €10,95. Maar dat is niet het enige spel. Want deze hebben we ook binnengekregen. Ja, we hebben momenteel de laatste tijd veel nieuwe kaartspellen erbij. Normaal kopen we niet meer alle kaartspellen die uitkomen, dat doen we nog steeds niet, maar er komen er wel meer bij. We hebben weer wat gaan uitbreiden in de kaartspel. En die heette de... Chrome Kings. Die, hè? Ja. Oh. Ik had het nog niet gezien. Ik heb net het seal eraf gehaald ook. Daar gaat hij. Mooi, het is net een spinner zo. Is het een horloge? Ja, kan ook, ja. Mooi.
aan de andere kant. Dus je kan ook, als je deze hebt, kun je met qua waaier, hè, heb je, zo heb je niks. En andersom heb je, ah nee, valt wel mee, ik zend er te veel voor. Laat ik aan jou over. Ik doe het even zo. Zo. Kan ook, zie je een index aan. Ja. Die zijn wel... Dat is heftig. Heftig, ja. Een beetje druk, vind ik. Ja, want wat las ik? Als je... Oh, shit. Zullen we een bepaalde volgorde neerleggen? Goed voorbereid, ja. Als je de plaatjes van één set pakt, als ik het goed had. Yo, moet even goed kijken, hoor. Niet dus. Oh ja, zo was het, ja. Als je alle nummerkaarten... Eén set pakt, wat die deden zijn de ruiten. Wat doe je? Ik draai ze even om, dan kunnen ze het beter zien. Oh, ja, daar dan. Zie, dat, zijn, dat vormen ze dan samen. En zo heb je natuurlijk van elke... ja, elke suit heeft datzelfde. Wat een tof idee. Toch? En dat zijn los van elkaar goed kaart, dus gewoon een ruit aas. Nice. Dus je kunt het eigenlijk ook gebruiken als voorspelling? Kan. Kan, ik weet niet welke kaart dit zou moeten uitbeelden dan. Een koning, denk ik. Ruitenkoning. Ja, oké, zo'n koning en kroon, ja. Ah, oké, ja, klopt. Ja, ik zie helemaal wakker. Ja. Leuk. Apart. Bedenk het maar. En die kosten? Chrome Kings. 11,95. Dat is een kwijtje geweest om die te bedrukken. Niet? Dus anders dan standaardkaart. Het is echt compleet verschillende. Ja, compleet verschillende. Ik vind ze wel een beetje druk, persoonlijk. Het is een beetje druk, ja. Ja, ze zijn ook wel druk. Ze zijn ook wel druk. Oké. Okay. Twee pennen. Transparante pen, gele pen. Kies maar één. Transparante pen. Transparante pen. Dan gaat het gele in mijn zak. Want wat doen ze namelijk? Ze maken in de fabriek maken ze ook gele pennen. Maar die maken ze van transparante pennen. En ze hebben daar namelijk goochelaars in dienst. En die goochelaars doen niks anders dan die pennen geel maken. Dus met hun vingers. Ze gaan met hun vingers zeg maar over de pen. Zie je op deze manier. Gaan ze over de pen. Dat zullen we met twee vingers doen. Zo. En dan maken ze die pennen helemaal geel, zie. Zo alleen maar met de vingers eroverheen te gaan en te wrijven. In principe hoef je alleen maar met je vingers eroverheen te gaan, zeg maar. En je maakt een pen gewoon helemaal geel. Dat is het grappige. Deze pen is nu geel, maar de vraag is, waar is die transparant in? Die zit uiteraard nu in mijn zak. Dit is, ik zal het zien... Pen to pen van Olivier Pont. Nou, ik vind het een super grappig ding. Ja, is hij moeilijk? Nee, moeilijk is hij zeker niet. Als je een cool filmpje of zo wil maken, of voor je website of wat dan ook, is het absoluut een aanrader. Het is super makkelijk. Je ontvangt het kant-en-klaar. Kim, ik zet er kant-en-klaar bij. Mocht ooit de gimmick stuk gaan, ja dat kan. Is er ook materiaal bij om een nieuwe gimmick te maken. Super makkelijk zo gedaan. En als die weer stuk gaat, heb je voor een paar euro, kun je 100 nieuwe gimmicks maken. Dus dan is echt, ja, één keer kopen heb je gewoon voor altijd de truc. Ja, als mensen willen checken trouwens, mogen ook nog de kast checken. Quanta Costa? 21,50. Helemaal compleet. Met instructievideo. Pen to pen. Hey, weet niet. Maar we moeten transparant natuurlijk. Hey. Oké. Whatever. Pen to pen. Ik zie een kleine knip maken, stond hij maar aan de deur. We hebben nog een heel mooi boek. IS. Ja, een heel raar naam van boek. Hoe? Allemaal lontjes erin. Het zou een elken zijn, maar... Ja, less is more.
Dat is de titel van het boek. Van Benjamin Earl. Ja, als je kaartfanaat bent en houdt van gambling dingen en van azenproducties en dat soort dingen, is dit heel gaaf. Benjamin heeft zelf altijd een routine gedaan via de ace cutting routines, waar je azen uit het spel produceert nadat je zelf het spel geschud hebt. Maar ik kreeg er wel opmerkingen van Goochendaas. Die zei, ja, het is leuk dat je dat doet, maar ik zie wel dat je toch die azen onder controle houdt, dat je die azen op een bepaalde plek laat zitten zodat je kunt vinden. En toen zei ik ook, richt mij dat spel eens. Nou, en, nee, hij mocht het spel zelf helemaal door elkaar schudden, zo was het. Gaf het een andere goochelaar. En die andere goochelaar, die produceerde er zo de aas uit. Toen had hij zoiets van, wat? Wat is dit? Toen zei hij, nou, dit is veel overtuigender op de manier hoe ik het doe. En toen is hij zich helemaal gaan toeleggen om eigenlijk een spel, wat bijvoorbeeld door toeschouwers geschud wordt, en wat je zelf veel grondiger schudt, om daar bijvoorbeeld azen uit te produceren of kaarten terug te vinden. Nou, dit hele boek gaat eigenlijk over dat proces. Hoe je gewoon kaarten kunt controleren in een spel wat je laat schudden door de toeschouwer. Maar ook zelf schudt. Dus je hebt allerlei methodes en technieken die je hierin leert. Nou, dus onmisbare informatie voor elke serieuze goochelaar. Dat is een prijs aan het spieken. Kost €54. Nou, vol met foto's ook. Dus je hebt echt complete routines erin zitten. Kijk, daar is hartstikke duidelijk. Heel veel foto's erin. Je ziet over azen, dat zei ik altijd, het gaat over min over azen. Je ziet controls weer erin zitten, cuts zitten erin. Allerlei soorten cuts, shuffles. Dus je hebt eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken. Dus ben jij de serieuze kaartgoochelaar die je daarin wil verbeteren? Less is More van Benjamin Earl voor €54. Goed boek. Dan heb ik hier, René. Oh, een broodtrommel. Een broodtrommel. Je had al ketchup en dan kon je een broodtrommel. Ja. Maar dit is, even spieken, Kevin Lepines. Ja. Kevin Lepines, Portable Flamethrower. Dat wou ik net zeggen. Ja. Dit is een apparaatje en het stelt je in staat om een vlam van, ik denk 3, 4 meter misschien wel. Nee, 90 centimeter. Nee, ja, komt wel in de buurt. Bijna hetzelfde. Om die zo uit je lege handen in principe. Hè? Nee, dat niet. Nee. Je hebt een vlam nodig. Om een steekvlam te maken. Dus je leent een aansteker. Oh, een mooie aansteker. Maak je mee. Je steekt hem aan. Je hebt een gigantische steekvlam. We draaien het filmpje ondertussen hieronder even. Dit is de Portable Flamethrower. Vroeger was er de... Ja, goed voorbereid. Ik kan hem in mijn hoofd zetten. Niet voor Kingdom. Vroeger was er de... Inferno. Die wordt dus dan een kaarttruc. Was ook een gimmick. Daar had je vlam en dan waren je handen leeg. Maar daar begon je met lege handen. Hier werk je in elk geval nog met een vuurbron. Dus je leent een aansteker, steekt een lucifer aan en als je dat aansteekt dan krijg je een steekvlam. Je handen kun je daarna leeg tonen. Je ontvangt hier in het complete systeem wat je nodig hebt. Het is niet super ingewikkeld, het is een zelf heel makkelijk systeem, veilig systeem ook. Het enige wat je zelf moet toevoegen is een klein busje butaangas. Dat zit er niet bij omdat wij importeren uit Amerika en je mag door de lucht geen butaangas vervoeren. We hebben gezien dat van het merk Zippo voor een euro of 4 heb je online kun je gewoon de busjes kopen. En kun je tech keer gebruiken trouwens voor, voordat die leeg zijn. Kun je hier gewoon op aansluiten. Draag je een speciale houder in je jas en aan je riem. Mm-hmm. En dan kun jij vlammen produceren wanneer je wil. Dus absoluut spectaculair. Want vuur, nogmaals, vuur en geld zijn denk ik in goochelen de dingen die meteen bij de mensen aandacht trekken. En vooral brandend geld. Ja, zolang niet mijn geld zingen, prima. Ja, en die kost, even kijken, €109,95. Ja, we kunnen niet laten zien wat erin zit, dan zie je hoe het hele systeem werkt. Dat zou niet de bedoeling zijn natuurlijk. Ja, tof ding. In de categorie special effects. Ken je Uri Geller? Ja, die ken ik. Oké. Deze heb ik van Uri Geller gekregen. Hij heeft ook een video erbij gedaan hoe je heeft hem geleerd. Dat je met concentratie kun je, als je goed concentreert, pak je dingen, pak je tussen je vingers, dan doe je. Dan kun je een paperclip. Kun je heel langzaam laten buigen, zie ik. Laat zien. Hij buigt verder. En verder. En verder. En verder. Zie. Hij is al een flink stuk gebogen. Je kunt hem zelfs nog verder. Gaat hij nog verder. Hier heb je echt een complete gebogen paperclip.
Dit is de self-bending paperclip. Nee, ja, self-bending paperclip. Self-bending paperclip. Je ontvangt 6 paperclips. Waarom 6? Omdat elke paperclip gaat ongeveer 10 keer, 15 keer mee. En dan is het einde oefening. En dan moet je nieuw pakken. Dus daarom krijg je er meerdere. Zodat je steeds nieuw kan pakken. Hier zitten er nu nog 3 in. Goed idee. Dus we kunnen hier nog een 30, 40 keer mee doen. Kost 4,95. Met een Nederlandstalige video-instructie over hoe je de truc moet doen. Moeten we daar meer over vertellen? Niet echt. Snel tussendoortje. De self-bending paperclip. René, zou ik je ring eens even mooi zien? Die mag je zeker even zien. Wat zeg je? Ik heb er maar eentje van. Mooie ring. Heb je voor Claudia gekregen, denk ik? Mm-hmm. Oké, ik heb iets meegenomen. Ik zal het even laten zien. Mm-hmm. Ik heb namelijk een kaartspel bij. Mm-hmm. Wat doe het even zo is beter. Een glas. Een leeg glas, dan krijg je ze drinken maar neer. Een klein glaasje. Nu zo. En de mooiste is, deze kan er namelijk zo overheen. Op deze manier. Mm-hmm. Ja, dat is een groot glas, hij past me helemaal toch. Let goed op. En de ring vliegt door het glas heen. In het kleine glaasje. Wat? En dat is echt gewoon mijn ring. Vet cool. En dat is Leap. Dit is Leap. Leap. Ik zou een doosje. Prachtige verpakking. Maar goed, zoals we dat van Agustillo wel gewend zijn. Die maakt alleen maar mooie dingen. En zijn verpakking is minstens zo mooi als de truc. Overigens hebben we even onze eigen glazen gebruikt. Je moet even experimenteren wat je gebruikt. Want je krijgt wel een glaasje bij, een kleintje. En dan moet ik een groot glas bij vinden. Nou, wij konden even geen passend groot glas vinden. Dus we hebben even 2 glaasjes gepakt. Ja, je krijgt gewoon een prachtige verpakking. Kijk, dat zien. Alleen dat al is al... is al gaaf. Past er allemaal mooi in. Nou, wat wil je nog meer, toch? Gewoon een geweldig dingetje. Niet moeilijk, smakelijk. Niet moeilijk. We hebben mechanismes in grote houten blokken zitten waar je 4 munten kunt laten verschijnen. Ook onder deze situatie. Zo zeg maar. Coins in glass. Zeg dat niet? Zoiets. Coins in glass. Of Coinfly Deluxe, zo heet die. Maar hier is gewoon alles in een kaartspel gebouwd. En je hoeft het kaartspel op zich niet aan te raken. Je slaat er doorheen. Je hebt geen tijdmechanisme, geen elektronica. Nee. Simpel mechanisme, wel doeltreffend. Zou je kaartendoosje, wat van karton is natuurlijk, verslijten? Er zit een reservedoosje bij. Is dat versleten, koop je gewoon een leeg kaartendoosje. Pak je een kaartendoosje van jezelf en dan kun je dat ook gewoon daarvoor gebruiken. Compleet met een Nederlandse met een Engelstalige gebruiksaanwijzing krijg je erbij. Papier met veel foto's. Voor de rest is super gemakkelijk. Ja. Leap van Agustiu. En die kost 75,95. Het is van de maker van Cross. Die kruisje die op de kaart verspringen. Van Nametag, waar allemaal die kaarten veranderen. Ja, hij maakt alleen maar echt kwalitatief goede dingen. En we zijn blij dat er een aantal mensen zijn die kwalitatief alleen maar goede dingen maken. Want er is ook helaas minder goed spul op de markt. Dus als Agus iets uitbrengt, weten we eigenlijk van tevoren al. Dat is in ieder geval goed. Ja, gaaf Leon. Ja. Mooi laten zien ook. Goed gedaan. Ik geloof, lijstje checken, dat we alles gehad hebben. We hebben wat dingen bewaard voor de volgende keer. Simpelweg omdat we ook niet hebben goed kunnen voorbereiden. We hadden meer willen laten zien. Maar we willen het dan wel goed laten zien. Dus die bewaren we voor een volgende keer. Ja, en voor de rest echt nieuws. Is er niet? Ja, we hebben het magazine Op weg naar het podium. Hebben we op voorraad. Check ook even de website. 10 euro opbrengst gaat naar Magic Care. Als je het leuk vindt, interviews met Christian Fala en wat andere mensen die ook in staan. Check de website, zie ook een filmpje. Bestel het mee en steun het goede goocheldoel. Ik denk dat we ermee stoppen, Leon. Dat was hem. Dat was hem. Tot de volgende. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi.